En wat vind jij wel lekker qua groentes? Nou, lekker eigenlijk niks, maar degene die ik dan wel soort van kan eten zijn witte bonen, zeg maar. Ja. Geen vers, maar allemaal uit het potje of blikje. Ja. Ja, lekker. We hebben lekker bij de McDonald's wat gehaald. Is leuk. Zo, lekker weer zijn vetjes, schat. Dat zet even onder. Zo, en jij hebt een. Wat heb jij besteld? Een cheeseburger. Ja, met? Met geen azijn en met geen ui. Oké, nou, ik ga even kraken, jongens, sorry. Zo, en ik heb weer lekker. Vintig, lekker. Vindt lekker. Mooi. Ja. Maar we zijn dus weer eventjes in de auto beland, hè? Ja, rapje. Nee, want jij hebt geen groente erop. Maar waarom? En dan is het niet zonder groente. Nee, maar luister, even weer zo'n leuke vragenronde. Als we dus met dit aan het bezig zijn. Mm-hmm. Ik heb net ook tegen jou gezegd dat we dat zouden gaan doen. Ja, goed. Maar waarom lust jij en geen groente? Waarom niet? Vertel dat eens even, vind ik leuk. Nou, ten eerste de textuur. Sommige groenten hebben een bepaalde textuur, die vind ik gewoon niet lekker. Mm-hmm. Zo hoor, welke? Zoals kraakgroenten. Ja. Als je het eten gaat kraken, zoals rauwe sla. Mm-hmm. En verse tomaten hebben zo'n drillstructuur, die vind ik ook niet lekker. Ja. Maar kijk, ketchup weer wel. En als je sla dan gaat stoven of koken, ja, het groene stuk, niet dat witte stuk, mm-hmm, dan kan ik het ook weer eten. Dat is heel raar. Oké. Okay. En wat vind jij wel lekker qua groentes? Nou, lekker eigenlijk niks, maar degene die ik dan wel soort van kan eten zijn witte bonen, zeg maar. Ja. Geen vers, maar allemaal uit het potje of blikje. Ja. Spersiebonen en doperwten. Mm-hmm. Ook weer niet vers. Mm-hmm. Van die hele kleine mini babyworteltjes. Dat is een beetje twijfelachtig. Ja. En dan uit de diepvries, dus de diepvriesspinazie en de diepvriesboerenkool. En houdt het een beetje op, denk ik. Oké. Okay. Mooi. Maar die boerenkool moet dan gestampt worden met heel veel aardappelen, anders lust ik hem niet. Oké. Okay. Heb je ook een vraag aan mij? Een vraag aan jou. Waarom zit je eigenlijk de hele dag altijd heel vaak met je telefoon te spelen? Doe ik dat dan? Ja, kijk, nu zit je dus te filmen, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is voor de vlog. Ja. Dat is gewoon voor de vlog. Maar je doet vaak eventjes een WhatsAppje, even dit bellen, even dat, even rusten, maar zo. Ja. Ik hoop bij de Jumbo nog even iets opzoeken. Dan pak je weer je telefoon. Ja. Dus eigenlijk zit je heel vaak op je telefoon. Nou, ik zit er niet op. Ja, dat, zo heet dat, uitdrukking. Weet je wel. Erop zitten. Ik ook dicht op een auto zitten. Dan zit je op die auto, maar ja, dichtbij. Met je telefoon bezig zijn, laat ik het zo zeggen. Waarom ik Terwijl dat doe? Je niet aan het vloggen bent. Nee. Maar door mijn ADHD, kijk, wij kijken dus nu heel weinig tv. Mm-hmm. En normaal liter werd ik dus rustig door de tv. Mm-hmm. En nu word ik gewoon rustig door gewoon vlog editen en aan het vloggen en gewoon eventjes een spelletje of gewoon eventjes op en op Insta zitten. Dat vind ik gewoon leuk. Okay. Want dat is ook gewoon werken. Want als je dus aan het vloggen bent en ik maak dus een foto als ik dus aan het vloggen ben, die foto zet dus vaak eventjes gelijk op Insta. Okay. Dus het is vooral dat je gefocust bezig moet zijn. Dus op met iets. Maakt niet uit wat het is. Nee, precies. Iets wat jou wel interesseert, leuk vindt. Ja. Oké. Okay. En welke schoenmaat heb jij? Welke schoenmaat? Ja. Dat varieert nogal. Ja, zoals? Qua merk en type en dingen. Ja, maar eigenlijk heb ik maat 7,5. 7,5. Tussen. Ja, maar gewoon even de. Het zit een beetje tussen de 40 en 41 in, maar niet groter dan 41. Dat is weer te groot, want mijn voeten zijn niet allebei even groot, zeg maar. Nee, maar dat is bij niemand zo. Maar ik heb niet zo een maat die precies van, nou, ik heb linksmaat 36 en rechtsmaat 45. Oké. Okay. Zo'n groot verschil is het niet.
Okay. Het zit ietsje boven de 40 aan mijn links en iets onder de 41 aan de rechterkant. Het zit er net een beetje tussenin. Dus ja. Ik ga gewoon van maat 41 is goed. Mm-hmm. Maat 40 is weer te klein, maat 42 is te groot. Ja. En dan doe ik gewoon dikke sokken aan en dan merk ik het verschil eigenlijk niet. Okay. En waarom wil jij graag altijd weg? Want omdat, doordat ik dus in Rolde heb gezeten, ja. En ik heb dus een half jaar in een ISO gezeten, dan komen dus gewoon echt je gewoon letterlijk en figuurlijk de muren op je af. Ja. Ik heb niet zelf gekozen voor een ISO, maar dat is dus gewoon daar een beleid. Toen destijds, als je dus daar terechtkomt, dat Harry daar kwam, weet ik niet of dat toen ook zo was, maar dat ik daar kwam. Toen was dus inderdaad dus de beleid, wat ik dus net al zei, dat dus de nieuwe patiënten, cliënten, een half jaar dus in de ISO kwam. En ik kreeg dus een scheurjurk aan, een matras en een kartonnen wc'tje en een toiletrol. En dan had je een camera precies boven op het plafond. Dat is wel handig, ja. Ah, ja. Geen privacy. Dus een half jaar geen privacy. Iedereen kan je zien, maar jij kan niemand zien. Dus ja. Met je sociale ontwikkeling is dat een halt te roepen, zeg maar. Ja. Okay. En daarom, om met mijn ex, je weet wie, wou ik ook altijd weg. Mm-hmm. Maar hij wou dat dus nooit. Omdat hij dus ook altijd een thuisman was. Net zoals jij. Ja, ik ben ook een thuisman. Zit hier. Ja, maar helemaal gewoon een huismus. Zeggen we dan altijd in principe. Ja, oké. Okay. Thuismus, huismus. En nu hebben we zelf dus nu een auto. En ik ben al met jou getrouwd. En ja, dit zijn gewoon de dingen die bij mij horen. Dat ik dus gewoon ook... Ik hoef niet altijd maar en naar de Jumbo of wat dan ook. Maar gewoon even ook. En ook al is het een half uurtje even gewoon toeren. En gewoon even gek doen, weet je. Mm-hmm. Dan ben ik gewoon even die ontlading kwijt. En dan dan ben ik het gewoon kwijt. Okay. Fijn. Oké. Okay. Dat klinkt goed. Ja. Plausibel. En wat is dat? Plausibel? Dat voor je opzoeken, plausibel. Ja, straks thuis. Ik denk dat het aannemelijk is. Maar... Oké, okay. Best. Ja, lekker saus, dankjewel. Ik ben blij mee. Lekker, ja, saus. Jij mag het pakken. Oh, mag ik ook nog een kipnugget pakken? Nou, dat is helemaal lekker. Mm-hmm. Maar saus, okay, dat heb jij zelf. Ja. Een vraag. Waarom wil je altijd in principe lang haar en niet eens een keertje gewoon kijken hoe het staat om bij jou kaal te gaan? Hoe zou je dat eens vinden als je dat eens een keertje kaal zou gaan? Afschuwelijk kaal. Waarom? Koud. Ja, maar waarom? Omdat het koud is. Ja, maar dan kun je een muts op doen. Nou. En waarom scheer je schapen en dan kan je ze weer een trui aantrekken? Ja, met die bol die ze net geschoren hebben. Nou, lekker dan. Ja. Handig, toch? Het schiet er niet op. Jawel. Gewoon lekker een beetje haar. Lekker een beetje hand voor je haar zitten. Ja, dat. En dat kan ik ook weer. Als je een probleem hebt, kun je met de handen in het haar zitten. Ja. Anders kan dat niet. Mm-hmm. En probeer maar eens een kam te vinden voor kale mannen. Die zijn er niet. Nee. Is toch lekker? Nee. Natuurlijk wel. Is toch handig? Lekker een beetje... Kun jij deze nog even een beetje uitpuzzelen en dan wil ik dat bakkie. Heb je nog een vraagje voor mij, geluk? Waarom ja? Zijn de bananen kom? Omdat ze er niet recht zijn. De? Ja. Ja. Dus dat is voor onzin antwoord. Even gewoon een vraag. Wat? Gewoon een vraag dat en dat hebben we de hele tijd al. Maar wat vind je van mijn familie? Even in het algemeen. Zoals mijn broer, mijn zus, mijn oudere zus. Wat zou je daarvan te vinden? Is jouw familie niet die van mij? Nee, maar... Tot nog toe. Tot trouwens, daar was het nog geen familie en nu wel. Nee, maar net zoals even Hart, om het zo maar te zeggen. Of Annie, of mama, of mijn vader. En mijn vader en die kijkt dit toch niet. Dus. Dat scheelt. Nou, mijn vader is een kwal, dus... Zo heb ik hem vroeger altijd wel genoemd, ja. Okay, dat weet ik niet. En een eikel en een lul. Maar... Okay, sorry voor mijn woordkeuze, maar... Een lul. Nee, maar even gewoon eerlijk. Wat vind je van mijn familie?
Dat valt er in het algemeen van familie te vinden. Ja, vind het ook dat van je eigen familie. Ja, je bent ermee opgegroeid of je bent er niet mee opgegroeid. Ja, ik heb er niet heel veel mee, omdat ik ze dus niet goed ken. Zeg maar. Je moeder kijkt het meeste. Mm-hmm. Maar die als die ergens iets niet snapt, een probleem heeft met de computer, is het meteen paniek. Ja. Mm-hmm. Ja, dat kan ik dan begrijpen. Ja. En Harriet, ja, die heb ik wel eens een paar keer gesproken. Mm-hmm. En die is dan bezig met het streamen, dus heel, heel technisch aangelegd, zeg maar. Ja. Je hebt ook een leuke computer opzet. Boekje. Ja, dat komt er ook zo leuk uit, ja. Een hoekje, een flinke installatie heeft hij, dus ja. Mm-hmm. Daar kan ik meer mee vinden dan met je zus Annie, want die ken ik helemaal niet, eigenlijk. Nee. Maar Harriet, die laat het nu ook weer van zich af weten. Ja, goed, maar dan heb je altijd dat je eventjes contact hebt en dan weer niet. Ja, maar... Nee, maar wat ik dus van mijn eigen en familie vind... Mm-hmm. Zal ik me even zelf weer even terugkoppen naar mezelf. Ja, mijn familie, dat zit gewoon heel raar in elkaar. Mijn ouders zijn gescheiden dat ik 4 was. Een hoop gebeurd. Seksueel misbruik, helaas. Daardoor is mijn vader vast komen te zitten en mijn moeder vast komen te zitten. Mijn zus is uit huis gelopen. Mijn broer die vond het vroeger leuk om een piramijntje te spelen. Ja, sorry, maar het is zo. Okay. Ja. Ik ook. Lekker barbecue. Nee, maar en maar gewoon echt en ook echt gewoon een camper, hè? Okay, een camper dat is even wat in de fik. Pyramijntje spelen. Dat is even wat anders, ja. En ik ben uit huis en geplaatst. En mijn kleine zusje ook. Daar noem ik even geen naam voor. Mm-hmm. Maar ja, door dat ben ik dus wel uit huis geplaatst. Meerdere tehuizen gehad. Eén pleeggezin gehad waar ik het heel goed naar mijn zin heb gehad. En doordat ben ik wel gewoon gevormd naar hoe ik nu ben. Soms af en toe boos. En dan schreeuw ik rouw gewoon eigenlijk in de tent uit. Wat niet leuk is, maar... Ach ja, dat hoort erbij bij mij. Maar rouw heeft ook zijn eigen dingen. Dat, ja. Ja, handig. Ja. Want je hebt begeleiding. Ik ook. En hoe vind je dat en dat de begeleiding gaat? Ik vind dat jouw begeleiding het heel goed doet. Ja, en met jouw begeleiding? Nog, mag ik erover zeggen. Die begeleidt, die doet zijn ding. Ja. Goed contact mee, altijd weer even babbelen. Ja. Mm-hmm. Ik vind het prima. Ja, maar dat is altijd bij jou, hè, zo. Ja, dat is prima. Hoor. En jij vindt alles prima. Nee, helemaal goed. Ja. Dus, en zaterdag, vandaag is eigenlijk ome Koen jarig, vandaag. Gefeliciteerd, ome Koen. Ja. Was hij jarig geweest? Huh? Als hij kijkt, is hij jarig geweest? Ja, en we gaan zaterdag lekker naar hun toe. Wel de magneet mee, want dan gaan we eerst even proberen magneet te gaan vissen. Dat is leuk. Ja. Hoe vind je die hobby trouwens? Dat is ook wel leuk. Ik wil nog even kleine spijkertjes meenemen dat aan de vis voeren. Dan kan je magneetvis vissen. Ja? Nee, maar waarom vind je magneetvissen leuk? Tegenwoordig, vertel. Omdat jij het leuk vindt. Ik vind het prima. Ja. Maar jij vindt het ook leuk? Nou, je kan zich wat ophalen, ja. Meestal is het pruts, niks. Ja. Eén keer een buis opgehaald, één keer een mesje. Nog wat blikjes onderdelen volgens mij. En verder niet zoveel spannende dingen. Jawel, een hek, bijna. Ja, oké, zo'n afzethek zoals hier, zeg maar. Ja, maar dat zien ze... Dat is een beetje zwaar. Nee, net niet. Dat is een beetje zwaar. Maar eigenlijk moet je magneet hebben en nog zo'n werphaak. Magneet trek je het op en een werphaak gooi je erachteraan van ik heb hem te pakken en dan trek ik wat eruit. Mm-hmm. Je hebt hem een keer de kant gevangen, toch? Ja. 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 Dat is zo'n kade met een magneetrand. Of een ijzeren rand. Dus die magneet blijft aan die rand zitten. Nou, die magneet kan 340 kilo tellen of zo trekken. Ja, ongeveer.
Je moet 340 kilogram voorzetten om die magneet dus los te trekken. Nou, zo sterk ben ik niet, alle twee niet. Nee. Dus ze hebben ergens een schroevendraaier vandaan gehaald. En dat kreeg dus weggeduwd. Ja, schuiven kan wel, trekken kan niet. Nee. En op een bepaald moment verliest hij dus zijn kracht omdat hij niet meer op het metaal zit, maar op het hout. Of het tank, weet ik het. Ja. Dus ja. Mm-hmm. Maar heb jij nog sporten die je wilt gaan beoefenen of hebt beoefend of leuk vindt? Ik heb vroeger judo gedaan op school. Ja. En uit mijn hoofd, dat weet ik niet meer zeker, heb ik karate gedaan. Oké. Okay. Maar ik heb paardrijles gehad. Ja. En paarden vind ik nog steeds leuk. Ja. Wat nog meer? Ja, zwemmen vind ik leuk. Maar nou moet je dus gaan reserveren om te gaan zwemmen. Ja. Dus dat ga ik niet doen in deze coronatijd. Ja, en hoe moet je 1,5 meter afstand houden in een vol zwembad? Geen idee. Nee, dan wordt het eng gedoseerd namelijk. Daarom moet je dus ook een afspraak maken om dus een baantje te gaan zwemmen. Want open zwemmen, dat is ook momenteel niet open. Oké. Okay. Dus alleen maar voor baantjes. Maar dan moet je dus een afspraak maken. Oké. Okay. Maar dat ga ik niet doen. Nee, is niet handig. Maar wat vind jij van deze hele corona gebeuren? En van deze crisis? Ja, de crisis natuurlijk. Ja, crisis is een crisis. Ja. En crisis zijn eigenlijk nooit leuk. Mhm. Maar als je zo de cijfers bekijkt, zeg maar, van hoeveel besmettingen per 100.000 inwoners zijn, dan valt het heel erg mee. Ja. Dat is natuurlijk dat er kwetsbare beroepen zijn die er last van krijgen. Dus ziek worden, behoorlijk ziek. Mm-hmm. En dat is ook weer een risico van, kijk, dan kan je dus niet je werk doen, dus dan kan je ook niet mensen helpen. En ja, er zijn natuurlijk nu weer beroepen die creatief bezig gaan zijn van, kijk, bijvoorbeeld een pinapparaat. Iedereen raakt die pintoetsen aan, mm-hmm, met de vingers zonder het schoon te maken. Ja. Dus er is iemand die heeft iets uitgevonden, een dingetje kan je vasthouden, dan kan je daarmee dus de toetsen intikken. Maar goed, je kan ook een wattenstaafje meenemen, dat daar een toets mee indrukken. Mm-hmm. Of even een handcremmetje van, maak mijn handen schoon na het pinnen. Ja. En er is een zekere gewenning van deze en gene van, oké, die 1,5 meter. Mm-hmm. Handen wassen, in je elleboog niet, et cetera. En uit de buurt van elkaar blijven. En ja, op een bepaald moment krijg je daar wel genoeg van. Oké, weet je wat, dan wil je toch wel eventjes weer contact maken met dezegene. Mm-hmm. Soms vergeet je even die 1,5 meter, omdat iemand een vraag heeft. En dan moet je het even kort overleggen. Ja, kijk, een pinautomaat. Ja, ik pin gewoon en ik zie wel. Ja. En dan, daarna is het van thuis even handen wassen. Als je dus niet aan je gezicht gaat zitten en je ogen en je neus en dat is toch leuk aan mijn ogen. Kijk, je nu heerlijk. Mag je even een zakdoekje kist gaan? Nee, ik niet. Nee. Simpel zat, maar ja. Het is nu even niet anders. Die 1,5 meter samenwerking. Ja, oké. Okay, die 1,5 meter, dat mag wel gewoon in de winkels blijven. Net zoals bij de pinapparaat als je gaat betalen, weet je? Ja. Dat vind ik dan nog niet zo heel erg. Maar gewoon bij je eigen familie heb ik zoiets van, haal dan die 1,5 meter vanaf. En als gewoon je familie gezond is, knuffel elkaar gewoon, weet je? En ga niet die 1,5 meter, want dat is gewoon niet meer leuk, punt. Maar nee. Zo denk ik erover. Ja, dat mag. Dus. Ja. Maar heb je nog een bucketlist? Ja, ik heb een hele grote bucketlist. Dingen die je wil gaan doen, zoals extreme dingen, zoals bungee jumpen, ik noem maar even iets. Nee, bungee jumpen, dat stond wel op mijn lijstje, maar dat doe ik dus nou niet meer door al mijn operaties, doe ik niet. Ja. Want dan ben ik weer bang dat gewoon een litteken kapot schiet of zo. Oh, okay. Dus ja, dat is weer psychologisch. Het kan waarschijnlijk niet, of wel, dat weet ik niet. Het kan maar allemaal, houdt van stuk. Ja, daarom. Je touw kan breken, dan start je naar beneden en start je op je hoofd, dus je hoofd stuk. Ja, en dan ben je gelijk dood. Dat hoeft niet eens, je hoofd is stuk. Het kost heel veel geld om te repareren. Ja, precies. Dat geld is er nu even niet, dus dat doen we dan maar niet. Nee. Om financiële redenen gaan we dus niet bungee jumpen. Nee, maar net zoals met jou nog eens een keertje gezellig naar Boertangen. Dat is, en dat is een vestiging en een vestingstadje, Boertangen. Ja. Dus ja,
ik heb nog wel het een en het ander. En dan nog ergens in Breda of zo. Of in Oudenbosch heb je een hele mooie kerk. Wil ik nog met jou naartoe. Maar dat is allemaal als alles weer normaal is. En ga zeg maar door. Dus ja, dus dat. Oh, okay. Heb jij nog wat op je bucketlist? Bucketlist? Ja, ik zat te denken aan indoor skydiven. Maar omdat ik niet echt van hoogte hou, zeg maar. Ja. Tenminste, dat vallen vind ik niks. Hoogtes vind ik op zich oké. Okay. Ja. Maar dan wil ik wel ergens veilig staan. Achter een reling of aan een touw of iets anders. Ja, oké. Okay. Dus bergbeklimmen is prima. Abseilers, dus weer terug naar beneden gaan, ook prima. Maar dat eerste stukje is even eng, want dan kom je in het vrije gebied. En zit je eenmaal aan de touw, dan kan je dus een sprongetje maken. Dan is het oké, ik ben even vrij, maar ik zit toch aan de touw. Ja, okay. Maar ga maar even van een duikplank afspringen, en, ook al is die een meter hoogte. Dat vind ik al eigenlijk niks. Oké, okay. Nou duidelijk. Duidelijk, top. Dus het indoor skydiven, dat is wel een uitdaging, omdat je eigenlijk in het niks zit, maar je hebt toch luchtweerstand. Ja. Met door de middel van een ventilator. Dus dan kan je omhoog naar beneden en je bepaalt zelf wat je is. Dus het is eigenlijk drijven dan op lucht. Ja, oké. Okay. Maar ja, dankjewel. Ja, ook bedankt. Dit gaan we nog eens een keertje weer doen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vind je deze nou leuk? Ik zou zeggen, doe eerst dan eventjes hier beneden, hier, abonneren. En dan heb je daarnaast dus een mooi belletje. Die kan je ook aandoen. Ja. En dan heb je aan deze kant, volgens mij aan deze kant, heb je een duimpje. Doe die dan mooi om, even mooi omhoog. En laat onder helemaal een leuke reactie achter. Als je nog meer vragen hebt, volg mij ook even op Instagram, Dolfijntje of gewoon Karin van der Werf, dan vind je me ook. Ja. Dus ja, en op Facebook, daar ga ik ook nog misschien eens, en daar kun je ons volgen op vlog Karin Rot. Dus ja, ik zou zeggen, maar daar plaats ik niet zo heel veel, ik plaats meer op Insta. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot onze volgende random vragen. Doei!